No, 2 kilo's. Mañana, pendejo. Goed. Hey, Sup, ik ben Frank. Wij zijn drugsbronnen. In onze vrije tijd spelen we wel eens in een film. In de vereniging. Er zijn er meer die dat doen. En daar hebben we filmpjes van. En nou worden wij geacht om daar iets zinnigs over te zeggen. Ustedes pueden aceptar mi negocio? Ja, dit is Colombia. Dit is duidelijk Colombia. Hoe heet die? Escobar, denk ik. Ja, goede snor wel. Goede snor. Ja, het zou ook een jaren 70 pornofilm kunnen zijn. Plata. O plomo. Kleine jongen. Uiteindelijk hadden ze het stoerdoenerietes. Telmachines, ja. Die konden het niet meer bijhouden. Nee, ging ze het wegen per kilo. Ik kan hem hebben. What are we gonna do now? Ja, ah, Scarface. Ja. Het is hem wel. Ja. Dit was wel de oude Cubaan die hier prachtig wordt I'm gespeeld. I'm a political refugee from Cuba. Heel veel grote criminelen. Daarna, na Scarface, hebben ze zich geïdentificeerd met Al Pacino. Echt een hele goede film, ja. Vond ik dit. Er zit een scène in, het duwt in zijn hoofd in 6 kilo coke. Ik wil hem wel eens zien, het is lang geleden. Ja. Next! Taza said there's a new sheriff in Phoenix that's cleaning up corruption, so he's gonna need more money for bribes. Send it. Okay. Queen of the South. Maar dat is nieuw. Dan moeten we gewoon nog kijken. Vrouwen, waarom niet? Als mijn vrouw nou een hele goede drugsbaron was, dan zat de zaakjes een beetje op orde. Kon ik lekker ergens op zelf het strand zelf een beetje zitten, uit de wind blijven. Ja, wind ja, ja, blijven, ja, ja. Een drankje drinken, boekje lezen, een beetje voetballen kijken. Ja, PSV, VVV. Dan kon je ook gewoon aan je partner vragen van kun jij niet zorgen dat die wedstrijd verkocht wordt? En dan weer eens kampioen worden. Er zit ook voordelen aan, denk ik. So you really want to take over the farm? Ah, yes, he. I did potatoes, he, vroeger. Wat is dit dan? Hij lijkt op een van die mannen uit seizoen 2 van Undercover. Hij is Vlaams. Ja, zie je wel. Dat is die man die op die ranch. Willard, ik heb mijn bril niet op. Ja. We gaan even spieken. Eigen kweek, ja. Frank Welvaart. Sorry, Wim. Ja, sorry. Geweldige acteur. Ja, wel. Dat vind ik wel. Dat is ongetwijfeld heel goed. You all know exactly who I am. Say my name. Ja, Breaking Bad. Ik vond het fabuleus, fenomenaal. Een scheikindeleraar die besluit een andere bocht te nemen. Prachtig uitgangspunt. Ja. En ik heb wel gelezen dat Anthony Hopkins hem een brief schreef. Een hele lange brief waarin hij hem de allerbeste acteur vindt die hij ooit heeft gezien. Echt waar? Prachtig, echt waanzinnig. Dat is goed. Ik kreeg een plaatsvervangend tranen van hem over. Die brief heb ik ook gehad van Anthony Hopkins. Ja, heb jij die niet nee, gelezen? Natuurlijk niet. Echt niet? Ik kom er tegen. Hoor je er niet bij, hè? Breaking Bad. Ja. Walter White, ja, dat was het. Goddamn right. We zijn in ieder geval in Amerika. We're good. Het lijkt me een Mexicaan. En dit is een blonde mevrouw. Good girls. Maar als je een tatoeage in je nek gewoon nodig hebt om een beetje serieus over te komen, dan ben je al een drugsbaron. Nee, dat gaat niet. Natuurlijk. Dus Rio, you can kiss my ass. Een drugsbaron van Likmerit. Ja. En ik ben de man die de problemen oplost. Ja, dit is een goede drugsbron. Jeetje. Ja, dit is sterk werk. Maar hier zie je ook gewoon de kracht aan af. En de souplesse. En dan kom jij dan zo nog eens even overheen. Zo, hier. Hop, kijk. Zo doe je dat. Het is overtuigend. Dus je hebt, weet ik veel, Rio, Scarface. En dan heb je gewoon Hupke en Frank. Als ik zou moeten kiezen tussen deze 6, 7 drugsbronnen en series waar ik nou zou moeten kijken, dan zou ik naar de laatste kijken. Ja. Hoe heet het die? Ferry. Ferry. Ja. Die ga ik vanavond kijken. Misschien een idee voor de kijkertjes. Ferry.